Ik ben Manon Peters, ik ben docentonderzoeker bij de Fontes Paramedische Hogeschool en ik ben projectleider van het HTSN-project van Sensoren naar Zorg. Mijn naam is Inge Brasspenning. Ik werk samen met Manon Peters op het project, het HTSN-project van Sensoren naar Zorg. En ik werk ook op de Paramedische Hogeschool in Eindhoven bij het team Technologie in de Zorg. De aanleiding voor het onderzoek was dat er veel mensen zijn die stress ervaren, maar die dat zelf niet meer goed kunnen communiceren. En er zijn tegenwoordig heel veel sensortechnologieën beschikbaar, ook op de consumentenmarkt, die daaraan ondersteunen. En wij wilden kijken hoe we dat toepasbaar konden maken in de zorg. Wat er al bekend is, is dat het mogelijk is om stressgerelateerde parameters te meten fysiologisch. Dus dan geef je iemand een sensor en dan krijg je een idee van in hoeverre die persoon stress ervaart, ja of nee. Onze studenten vanuit FPH, ook in samenwerking met ICT, al meerdere dingen mee geprobeerd en mee gepilot. En alhoewel fundamenteel en conceptueel een heleboel mogelijk is, past het nog niet lekker in die zorg. Dus die stap met de zorg is heel lastig. En daar willen we ons met dit project op richten. Wat het lastig maakt in de zorg om met de huidige technologieën te werken, is dat die huidige technologieën die zijn ontwikkeld voor jonge, gezonde mensen die zo'n sensor zelf willen dragen. Terwijl mensen die sensor in de zorg zouden kunnen gebruiken, die hebben daar vaak niet zelf voor gekozen. Dus die doen die sensor af of die vinden het niet mooi of die hebben weerstand. Dus die moeten er toch anders naar gaan kijken. En ook de apps die erbij horen bij de sensoren om die waardes uit te lezen, die gaan echt uit van een onderzoeker die er heel veel van snapt, of van een gebruiker die er een heel erg specifiek doel bij heeft. En ook dat moet omgebogen worden naar gebruik in de zorg, want zo'n zorgverlener heeft er een heel ander doel bij, dus moet die data ook op een hele andere manier gevisualiseerd hebben. En die toepassingen zijn er nu nog niet. Het onderzoek wat uitgevoerd is en wat eigenlijk in januari gestart is, daar konden wij mooi verschillende studenten opzetten die in het semester, tweede semester van vorig schooljaar daar een project in konden uitvoeren. En dat zijn studenten vanuit de Fontes Paramedische Hogeschool, die 5 opleidingen biedt. En dus er zijn ook studenten van verschillende opleidingen van dat instituut betrokken geweest. Fontes FHMG en dan wel, om precies te zijn, het AD-traject wat zorgtechnologie bekijkt en toegepast is op gerontologie. Een student van Fontes Instituut IPO, industriële productontwerpen, Fontes ICT en ook een student van Tilburg Universiteit was in dit project betrokken. En daarnaast werkten we samen met het bedrijf Wavy, dat is een softwarebedrijf wat gespecialiseerd is in AI en dus ook veel kennis heeft van de sensoren en de wearables die we inzetten in dit project. En zoals ik net al even verteld had, zijn er veel studenten betrokken bij dit project. Om precies te zijn, 24 in het afgelopen semester. Er zijn diverse onderwijsopdrachten uitgezet in de middel, maar ook in het afstudeeronderwijs, waarbij studenten de technologieën hebben verkend en onderzoek hebben gedaan met de sensoren. En deze informatie die heeft een hele brede kennis over dit onderwerp opgeleverd, waarmee wij nu verder gaan door middel van een subsidieaanvraag die we op dit moment aan het schrijven zijn. En ook een ethische aanvraag willen we maken om uiteindelijk te kunnen meten bij cliënten. Dat is nu nog niet gebeurd doordat we door corona niet in de verpleeghuizen welkom waren. Belangrijke beoogde projectresultaten zijn concrete prototypes van zowel hardware als software. Van de hardware hebben we intussen een prototype, die zit op mijn pols. Software wordt met heel hard aan gewerkt door de ICT-studenten. Daarnaast zijn we ook bezig met de subsidieaanvragen en de praktische aanvragen en de ethische kant, zodat we hopelijk vanaf volgend jaar echt kunnen gaan finaliseren in de praktijk. Wat we ervoor nog nodig hebben, op zoek zijn softwarebedrijven die aan de software en de app-kant mee verder willen. Maar ook bedrijven die het vermarkten van zo'n wearable zien zitten. Daarvoor hebben we nou een hele leuke basis liggen aan kennis en programma's van eisen waar zo'n wearable aan zou moeten voldoen om in de klinische praktijk gebruikt te worden. Om uiteindelijk het ultieme doel te bereiken dat mensen die zichzelf niet meer goed kunnen uitdrukken, dat die weer een stem krijgen. En we die weer beter kunnen begeleiden door een stress inzichtelijk te maken door fysiologische parameters te meten.